Wat wel leuk was om te vertellen is dat we allemaal van tevoren een poppetje hadden gemaakt. Een poppetje van onszelf. Die achterbleef in het basiskamp. En dat was je oude zelf. En hoe frappant het was dat wij zo mensen dat poppetje hadden vormgegeven. Wat dat zei over precies hun leervraag. Dus dat vond ik wel heel boeiend. Dus mensen wisten niet dat de doel van dat poppetje was. Maar de een had dus met takjes iets gemaakt en de ander had... En alleen al door naar dat poppetje te kijken, zie je dus al dat mensen heel onbewust een leervraag in zo'n poppetje stoppen. En aan de hand van dat daar ook weer heel veel reflectie op kon komen. Door de begeleiders die dat mooi naar de hand. Na de hand. Okay. Ja. Omdat het poppetje heel erg de oude ik vertegenwoordigt, dus dat je ook heel erg kan duiden van wat zegt nou die oude ik? Ja. En wat heb je nu? En wat heb je, waar sta je nu? En dan als afsluiting werden dan ook al die poppetjes ritueel verbrand, zou ik in het vuur gegooid, zo van dat is echt de afscheid van je oude ik. Laatste restje. Ja. Ja. Ik zou meer wakker willen blijven. Ik was heel erg moe. Dat hoort er ook al een beetje bij, merk ik. Dat sommige mensen heel erg moe zijn. Ik zou meer wakker willen blijven, maar ik weet ook van als dat er niet is, dan is het er niet. Maar dat had ik had nog wat meer de nacht willen meemaken. Maar want waarom heb je een idee wat de betekenis was van moe worden? Moe zijn? Mijn proces ging heel erg over naar binnenkeren. Ja. En een ultieme vorm van naar binnenkeren is gewoon in slaap vallen. Ja. Dus, en dat is ook een vorm van overgave. Ik bedoel, slapen in de natuur. Ja, weet je, er kan van alles langskomen. Van schorpioen, slang, everzwijn. Maar hoort u dat interpreteren als vlucht? Als men slaapt, dan vliegt de tijd. Met zo 8 uur verder. En toch gebeurt er heel veel. Dus zelfs al heb ik geslapen. Ja. Gebeurt er veel. Maar dat zou ik wel bijzonder nog vinden om wat meer nog die hele nacht mee te maken. Ja. Want daar heb ik een aantal momenten, word je dan weer wakker en dan ben je er even. Mijn collega's van mij die waren gewoon 24 uur wakker en die hadden een hele mooie ook ervaring. Ook gewoon in de nacht met de sterren en de maan. Wat boeiend is ook, is dat er heel veel synchroniciteit plaatsvindt. Waarvan je denkt, ja, wat kan ik ermee, maar het valt dan op. Ja. Dus ik weet dat ik. Toen ik op de plek aankwam, dat er een kraai 3 keer kraaide. En ik heb nog wel wat met kraaien, bijzondere vogels vind ik dat. Dus ik kwam op die plek en de kraai hoorde ik 3 keer kraaien. En dat vond ik zo bijzonder. En daarna heb ik het niet meer gehoord. Nou ja, weet je, het kan gebeuren. En ik ga de plek af de volgende ochtend. Dus ik stap letterlijk uit de plek. En ik hoor de kraai 2 keer kraaien. En daarna heb ik niet meer gehoord. Dus dat vind ik dan wel bijzonder, dat je op 2 momenten een kraai hoort. Ja. En de rest gewoon niet. Ja, en ook op twee belangrijke momenten. Dat noem ik dan synchroniciteit. Ja. En dat zijn van die magische, zo ervaar ik het dan, magische dingen waar ik geen verklaring voor kan geven, maar waarvan ik wel denk van wauw, wat bijzonder. Ja. Dit ook een verhaal van iemand die doodsbang voor slangen was en dus een slang zag op haar plek. En terwijl alle andere mensen geen enkele slang hebben gezien. Ja. Precies dezelfde soort plekken zaten. Weet je, dus dat is ook wel soms dan krijgen mensen ook precies datgene waar ze verschrikkelijk bang voor zijn. Ja. Ja. En dat vind ik wel de magie van zo'n ervaring. Ja.